De 22-jarige Harm Visser uit de Westerrein zocht enorm uit naar de eerste marathonwedstrijd op Natuurriers, woansdagjûn in Burgum. Visser gaat middags al even op een fiets naar Burgum, om te zien hoe het IJs erbij leidt. Want hij kent net wachtje. Het is gewoon een hele goede wedstrijd. Eerst Natuurriers Nederland is gewoon een hele mooie wedstrijd. En ja, het is fantastisch dat je mooiste tegenbien in een mooie Burgum is. Ja, is het verwachten? Je staat per Iersma van Burgum? Nee, zeker niet. Ik moest heel eerlijk zeggen dat ik het verbaasde überhaupt dat op de lijst hier van mogelijke adressen werd koer wezen. Maar ja, ik vind het super dat de organisatie, de vrijwilligers, Sabot het werk haalt om het hier voorkomen te krijgen. Visser is verbonden aan het team Jumbo-Visma en riet zijn marathons vooral op kunstiers. En dan is Natuurriers wel wennen, want het riet heel los. Ik denk dat de normale marathonskaatser het beschroot als het verschil een beetje tussen skiën en skaatsen. Dan was het natuurlijk op Natuurriers iets minder grip, iets minder druk. Het is wat meer het stoempen, meer het harde werken. En ja, ik denk dat voornamelijk het verschil is. Het is voor Harm Visser eens een thuiswedstrijd. Familie en vrienden zullen hem dan ook volop stiepje. En hij gaat voor het hoogste podium. Ja, ik wil gewoon zelf winnen. Ik ook net omheen draaien, dat is gewoon wat het is. Al nou in de kopgroep even in de sprint, dat maakt me niet zoveel uit. Ik maak er gewoon zwaar in eerste instantie dat ik er natuurlijk bij zit. Samen met Les mijn team erdoor en Frutair proberen gewoon te winnen.